Ik ben Rini van Dijk en ik ben hier in Schalkwijk bij het Da Vinci Huis. En in het Da Vinci Huis is een indoopcentrum en een Odentehuis. En wij gaan dus kijken bij de dansles. En dat is dus voor mensen die beginnende dementie hebben. Maar anderen kunnen daar ook aan meedoen. Mag ik je even wat vragen? Ja, natuurlijk. Ik zag u net zo echt bezig. Ja. Doet u dit al lang? Nee, eigenlijk niet. Een keer of vier ben ik geweest. Maar vanaf de eerste keer vond ik het al zo gezellig. En de sfeer leuk en de locatie leuk. Dus ik ben blijven doen. En het is goed voor je spieren dat bewegen. Ik hou van de muziek. Maartje is ontzettend leuk. Dank je wel. Wat leuk dat je er zo plezier in hebt. Ik hoorde net al van u dat u hier voor de eerste keer bent. Ja, zeker. En door iemand, en dat is de bedoeling, hè. Maar u vond het niet eng om hier over de drempel te stappen? Nee, en ik moet u heel eerlijk zeggen, het valt me 100% mee. Want als ik het woord mag gebruiken, ik dacht dat het een beetje truttig was op die stoel zitten. Maar het is zo leuk. Ja? Ja. U deed ook heel goed mee. Dus we hebben arm voor. Open, open, schouder, hoofd. Dan vanuit open gaan ze weer gekruist. En van gekruist gaan ze weer naar open. Ja. En hoe ben u hier zo terechtgekomen? Nou, eigenlijk bij toeval, want ik was bij de fysiotherapeut en ik ging langs. En ik dacht van inloophuis, ik ga eens even kijken wat er voor me te doen is. En eigenlijk bij het eerste, voelde het al zo gezellig. De sfeer en de ruimte is leuk. Dus ik vond het heel gezellig en de ontvangst... was erg leuk, dus. Ik ben hier naartoe gegaan. Ik denk van, ik wil ook eigenlijk wat doen. Dus ik ben hier naartoe gegaan om vrijwilliger werk te doen. En vandaar natuurlijk ook dat ik dan die gym doe en zo. Maar heeft u dan ineens gedacht, ik ga vrijwilligerswerk doen? Omdat ik dus ook, je bent eenzaam, alleen. Ik denk van, weet je wat, ik ga dat doen, dan ben ik toch een dag weg. Dag Maartje. Hi. Ik heb je vanmorgen bezig gezien met een groep oudere mensen. En dat je die probeert te laten dansen op een stoel. Ja, nee, zeker, dat doen we. En het is niet specifiek op een stoel. Maar als iemand wil staan, dan mag het ook staan. Het is gewoon voor iedereen toegankelijk. Zittend, staand, stoel vasthouden voor iedereen. Hoe is dat nou zo ontstaan hier? Ja, een van de pijlers van het Odentehuis is bewegen voor ouderen. He, bewegen voor mensen met een beginnende dementie, met een haperend brein, zoals we ook wel zeggen. En het is een open inloophuis, dus mensen kunnen binnenkomen lopen op de tijd die zij willen. Kijk, altijd hier blijven lunchen. We hebben een creatief atelier. Mensen kunnen creatief bezig zijn. We krijgen moestuinbakken, maar ook wat mensen zelf willen. He, dus als er iets niet is, dan kunnen we dat gaan organiseren. Dit is een hele grote kleurplaat. U kijkt nu ondersteboven naar de kleurplaat. En die is gemaakt door. De tekeningen zijn gemaakt door kinderen in België. Die heb ik ontmoet tijdens een kunstproject wat ik deed. En wat we hier doen is kleuren met zwart. Maar er zijn ook mensen die liever met kleur werken. Dus er wordt ook gekleurd. Wat vindt u ervan? Ja, ik vind hem hartstikke mooi. Ja. Wilt u daar mee tekenen? Dieren, bloemen. Ja, wat zou ik er ook moeten tekenen? Maar dat is al zo vol, hè? Nou, dit hokje kan ik nog wat op tekenen. Ja, dat is goed. En de snelle veepas. Maartje is, zoals in het Engels zeggen, full of life. Levendig en schattig. En dat is gewoon aanstekelijk, dus zoals zij dat doet. En wij doen er met heel veel plezier aan mee. Maar is het niet moeilijk om al die pasjes te onthouden? Nou, dat wel, maar dat hoeven wij niet, want dat zegt Maartje wel. Maartje doet het voor. We volgen haar gewoon. Het viel me op dat ze wel heel moderne muziek gebruikt en dat bij zulke ouderen. Ja, vindt u dat bezwaarlijk? Helemaal niet. En zou u nou ook tegen andere mensen willen zeggen van, kom... Ja, want dat heb Gerda nou tegen mij ook gedaan. Ja. En daarom ben ik hier. Ja. Dat is toch de bedoeling. En, ik was zo benieuwd, ik was bij die opening geweest... En ik had maar het idee dat het hier niet liep. En nou zie ik hoe leuk het is. Maar ja, je gaat niet zomaar naar binnen. En nou weet ik het.
En als er nieuwe bijkomen, is dat geen probleem? Wel, nee, helemaal niet. Welkom. Welkom.